Deze podcast loopt in samenwerking met streekproduct.be. Hier live vanuit Horeca Expo, de podcast Satellite Gourmet, een inspiratie- en informatiebron over alles wat met eten en drinken te maken heeft, gastronomie, horeca, hospitality, cultuur van voedsel en dranken. En hier naast mij zit een echte West-Vlaming, Willy de Schilderen uit Oostende. Dag Willy. Goeiedag. Alles goed met je? Tuurlijk. Kom hier vaak wel eens naar de beurs, Willy? Ik denk dat derde jaar na één is, iedere keer voor iets anders, maar ja, 3 keer na elkaar is toch... Vroeger kwam het nooit. Ja. Nu, als ik zeg tegen jou, Willy, dat jij een echte West-Vlaming bent, ben je ook een echte West-Vlaamse beenhouwer, hè? Daar is jouw verhaal mee begonnen, toch? Ik ben een echte West-Vlaming van Heuveland afkomstig. Ik heb het geluk gehad van aan de rechterkant van de straat geboren te zijn. De linkerkant was Frankrijk. Dus, mooi gezegd, ja. Ja, en mijn grootouders waren allemaal Vlamingen. Al is dat mijn moeder geboren is in Frankrijk. Maar het waren allemaal Vlamingen. En in onze familie waren het allemaal boeren. En per toeval is mijn vader paardenhandel gedaan. Dus dat te zien met het boerenberoep. En toen ik een jaar of 16 oud was, toen vond ik het welletjes geweest in school. Waarom? Moet terug gaan naar het jaar 68. Iedereen, ik vond mezelf niet rap genoeg of niet slim genoeg om te leren voor ingenieur. En ik vond dat het minste dat ik kon studeren. En het tweede was, wat gaan wij later allemaal doen? En ik moest zeggen dat ik toen de goede keuze gedaan heb, want de mensen van mijn jaar, ze spreken altijd van die generatie, maar die hebben moeilijk aan werk geraakt. Dus de gouden generatie van tussen de oorlog en 50, 51 wel. Maar opeens was dat een verslapping. En veel van die gasten hebben zelfs nooit gedaan waarvoor ze gestudeerd hebben. Ja. En boy, ja, ik ben beenhouwer geworden. Maar eigenlijk was het mijn bedoeling van naar Frankrijk te gaan. Ik wilde, mijn vader en mijn familie woont 95% in Frankrijk. In Normandie om juist te zijn. Dus ja, Nieuwkerken, dat is het... Het is niet alleen het Geuzendorp, maar het is ook de frontstreek. En al mijn voorouders waren weggelopen en slechts enkelen zijn de oude hoeves terugkomen beboeren. En van daaruit, ik had familie die daar in Gassé een charcuterie had en ik wilde naar Gassé gaan. Maar wie het jaar 68 zegt, zegt dat slecht ging in Frankrijk. De jaren 60, 68, ja. Niet zo simpel. Ja. Niet zo simpel en dus zegt mijn vader, nee. Nu ga je naar Frankrijk en ik heb mijn beroep geleerd in Kuurne, bij een paardenbeenhouwer. En dat was echt een minstander tot en met. En daar heb ik zeer veel geleerd. Van daaruit ben ik dan mijn legerdienst gaan doen. Daarachter heb ik in Komen gewerkt. En op zeker ogenblik kreeg ik de kans voor een veevoederbedrijf, voor te mogen daar baas zijn in een soort vleeshallen. Die hebben mij betaald om op verschillende plaatsen in Wallonië en overal een beetje te werken. Om te kijken hoe in die vleeshallen het er naartoe ging. Ik heb dan zo'n vleeshallen begonnen. Ik heb toen mijn vrouw leren kennen. En mijn vrouw wilde hoogst zelfstandig worden. En ik kon er niet mee omgaan met alles die industrieel was. En ik wilde ook niet luisteren naar die mensen die het geld beheerden. Dus zij zeiden... Waren geen koppengaard of zo? Een heel grote koppengaard, ja. En ik wilde werken op de methode zoals het hoorde. En van daaruit is ook mijn voorliefde gekomen voor alles zelf te maken. Ik heb dan een beenhouwerij begonnen. Ambachtelijk. Ik ben een beenhouwerij begonnen in 1976 in Oostende. Ik heb daar 40 jaar beenhouwer geweest. Veel op de radio en tv geweest met opmerkingen. Onder andere tegen Jean-Luc de Hane. Zaliger. Zaliger, ja. Ook over de hormonen. Ook als iemand mijn naam zoekt op Google, zal hij nog de 10 geboden van het vlees terugvinden. Heel bekend van mij is geweest, Chateaubriand is geen stek. En dat is geen stek, dat is een koksterm. Ieder moet zijn beroep
leren doen zoals het hoort. Natuurlijk, de grootwarenhuizen en de anderen waren daar heel tegen, maar ik bleef nog altijd dat ik gelijk had. Daarnaast, later ben ik, ik was voorzitter van de Handelaarsbond. En toen ben ik in contact gekomen met dat reeds enkele jaren bestond, de streekproducten. En per toeval een artikel gelezen en gezegd, dat is iets voor mij. Dat is iets voor jou, ja, en, inderdaad. En zo ben ik daarin gerold. Ik had 3 aanvragen gedaan. Ik heb ze zelf voor de controle, of de eerste kennismaking met Jo, is gebeurd in Brussel. Ik heb die producten naar daar gevoerd om te laten controleren door Jo, is het wel de moeite? En ze heeft volmondig ja gezegd en van daaruit toen een echte aanvraag gedaan. En onmiddellijk 3 streekproducten. Die erkend waren. Wat waren die? Die waren West-Vlaamse hoofdvlees, West-Vlaamse bloedworst en West-Vlaamse boerennesp. Ik legde nadruk op West-Vlaams, omdat in iedere provincie die producten op een andere manier gemaakt worden. Ja. En dus alles is streekgebonden en dat is een van de dingen dat je best van al kunt zien, streekgebonden, wat een streekproduct is. Ja. Iedere streek is anders. Ja, vandaar ook eigenlijk het label, Willy, streekproduct.be, regio en traditie. Dat zijn de 2 belangrijke signaalwoorden eigenlijk. Hè? Ja, en we hebben er ook aan toegevoegd nu eetbaar erfgoed. Ja. Ja, dus op een bepaald moment, je had je eigen zaak in Oostende. En dan heb jij ook de idee om een streekproductenwinkel, hè, nu gekend onder de schilderen, te gaan uitwerken. Zo eenvoudig was het niet. Dat denk ik wel. Nee, het was gewoon weg. Ik stopte als beenhouwer. Ik was pensioenleeftijd. En mijn zoon is eigenlijk ingenieur. Karel. Toch ingenieur geworden. Hij is ingenieur geworden. En dus wat is er gebeurd? Dus hij werd als productiemanager. En een productiemanager, dat is niet de beste plaats in een onderneming. De baas, het is nooit genoeg. De mensen die moeten werken, het is altijd te veel. En opeens zei hij, als ik het voor een ander man doe, kan ik het voor mezelf doen. Kijk, wil je nog de producten maken, charcuterieproducten maken? En ik mocht een plaats zoeken waar we dat kunnen doen. En toen zijn we op zoek gegaan naar een plaats. Dat heeft wel enkele tijd in beslag genomen. En we zijn uitgekomen in de vismijn van Oostende, waar een visatelier in zat die hij moest stoppen. Ja, inderdaad. Om de reden, dat weet ik niet heel juist. Dat stond leeg en we hebben dat kunnen huren. En van daaruit zijn we begonnen met de streekproducten. Maar toen was het werkelijk de bedoeling al Vlaamse streekproducten te promoten. Ja, ja, want inderdaad, vorige zomer ben ik eens op wandel geweest met Donald de Schacht, hè, van het Zeewieratelier. En ik kwam terecht in jouw winkel en ik trok mijn ogen open en ik dacht van, wauw, wat een leuke belevingswinkel. En het is zo, Willy, dat alle streekproducten die nu erkend zijn, bij jou eigenlijk te koop zijn. Hè? Het is een soort concept store of zo. Ik zie het hier ook. Ja, een concept store waar je alles kunt proeven. Alle producten zijn niet te koop. Maar we hebben toch 140 van de 220. Waarom? We moeten ze vers bij ons kunnen krijgen. Dat is eigenlijk het grote probleem. Bijvoorbeeld Lambertse vlaai of de Aalsterse vlaai, dat kunnen wij niet. Als we zouden kunnen, zouden we het doen. Maar het gaat dat gewoon. Is moeilijk natuurlijk. Het is moeilijk. Dus we proberen zoveel mogelijk. In totaal hebben we eigenlijk met Vlaamse streekproducten en aanverwanten hebben we een 400-tal producten. 400 producten? Ja. Wauw. We nemen ook de West-Vlaamse, erkende West-Vlaamse producten erbij. Ja. Dus dat is hetgeen dat we doen. Maar daar zit ook een verhaal achter van dat jij toch die traditie van streekproducten hoog in het vaandel wil houden. Want je bent ook voorzitter van de sectorgroep streekproduct.be ondertussen. Dus wat vind jij van die tradities, dat dat altijd moet behouden blijven en dat we daar iets moeten aan doen? We moeten daar zeker iets aan doen. En ik weet niet of er mensen zijn van de horeca die ons horen. Het is gewoon een jammerlijke zaak. En daar straks heb ik mensen tegengekomen dat mensen denken dat een jambon parm aantrek heeft.
nee, verkoopt uw eigen product. En in Vlaanderen zijn er genoeg Italianen gekomen die dat product verkopen. Wees fier op hetgeen dat je zelf doet. Dus ik ben geboren op de grens, zoals ik zeg. 95% van mijn familie woont in Frankrijk. Ik ga daar geen Belgische ham vinden. Nee. En dat vind ik, wij zijn een land en we gaan nu Europees voorzitter worden, die zoveel toeristen, zoveel mensen aantrekt. En er wordt gesproken en het moet lokaal en we moeten lokaal werken. En dan komen ze uit met om te even wat een ham van ik weet niet wat of een wijn van ik weet niet wat, waar wij hetzelfde hebben. Ja. En dat vind ik zeer jammer. Ze presenteren ze niet. Ze proeven zelfs onze producten niet. En veel van, zeker in Oostende, hebben we veel hotels. Sorry mensen, maar voor hetgeen dat je geeft, vraag je veel te veel. Ja. En 's morgens als ik opsta en ik krijg een schele cava, dan smaakt dat niet. Met meer Château Meerdal, en dat zijn er nog in Vlaanderen. Ja, het is omdat ik hier een fles zie staan een beetje verder. Dus dat zijn producten die veel hoger liggen. Of dat van Hinder. En dat de mensen kan aantrekken. In onze winkel hebben wij mensen van mis. Die komen iedere maand om hun marchandise. Wow. Ze zijn echte Fransen. Ze zijn per toeval binnengekomen. Maar Nederlanders. RTL is al 2 keer komen filmen. Ja. Vind je eigenlijk dat wij niet chauvinistisch genoeg zijn? Nee, we zijn zeker niet chauvinistisch. We zijn zeker niet chauvinistisch. En ja, aan de andere kant van de straat is Frankrijk. Maar ik zie dat die mensen veel chauvinistischer dan wij. Ja. En ik weet hoe ik een Fransman op zijn paard kan krijgen. Hoe dan? ik weet niet of je ooit gekeken hebt naar Les Ties. Dat was een film en daar speelde Danny Boone in. En dat is een vedette in Frankrijk. En als ik een Fransman heb, dan zeg ik nogal dikwijls, weet u dat, hoe dat komt dat Danny Boone zo'n slimme is? Nee, hij is in België naar school geweest. Ja. Wat doe jij precies als voorzitter van de sectorgroep? Wat is jouw taak binnen strikproduct.be? Mijn taak is gewoon echt te proberen de producten in de picture te zetten. In samenwerking met de Vlam. Wij kunnen niet weg zonder Jo, zonder de streekproducten.be. Maar wij mogen advies geven. We zijn nu aan het proberen dus de VZW die wij hebben om te vormen dat iedereen lid is. Wij verlangen dat de mensen in feite veel meer input geven. Want die input moet dienen om te zeggen wat iemand anders doet. Ja. Ze doen hard hun best in Brussel. Maar als je de input niet krijgt, als je niet krijgt wat de mensen verlangen, wat het is, dus ja, dan kan je gaan weg, dan ga je van een andere kant uit. Dus proberen dat op zijn best te krijgen. Ja, dus eigenlijk heb je al een oproep gedaan naar de horeca om te zeggen van, ga niet je producten elders gaan kopen. In het buitenland probeer ook toch minstens regionaal te werken. We kunnen het niet genoeg zeggen. De consument kan zeker ook iets doen. Dat is bijvoorbeeld in eigen regio, in eigen streek, lokaal te gaan kopen. En dan ook het label te gaan uitzoeken. Ja, strikproduct.be. Dus, maar ja. Er zijn nog veel strikproducten die nog niet erkend zijn, denk ik. Of nee, die zouden kunnen erkend worden, toch? Er zijn toch? Zeer veel strikproducten die nog zouden kunnen erkend zijn. Maar je moet het zelf aanvragen. En dan die mensen die denken dat ze een strikproduct in huis hebben. Of dat ze er een maken. Alsjeblieft, laat het weten. We gaan ervoor zorgen. Zorgt voor de invulling. Het is een meerwaarde. Het is een meerwaarde voor Vlaanderen. Het is een meerwaarde voor de omgeving. Doe er aan mee. Ja. Als wij zien hoeveel mensen wij binnenkrijgen nu. Hoeveel toeristen dat we binnenkrijgen. Het is spijtig dat niet iedereen die het kan. Ja, maar we planten nu vandaag een zaadje. Dat er meer mensen toch de streekproducten gaan appreciëren en kopen en verbruiken uiteraard. Hè. Ik wil nog eventjes een opmerking maken over jouw kostuum. Je vroeg mij, ja Sabine, ik kom naar je podcast. Mag ik mijn wit kostuum aantrekken? Je bent daar heel fier op. Hè? Dat is een van de dingen, van de eerste dingen die ik geleerd heb toen, want ik heb leercontract gedaan. We waren fier dat we onze witte stofjacht mochten aandoen. Dat is voor ons een symbool. Trouwens, weet je hoe een atelier in het Frans noemt?
atelier? No, een laboratoire. Laboratoire, vandaar de witte stofjas. Ja, dus in Frankrijk werd een slager of een charcutier niet in een atelier. Hij werd in Wallonië wel, maar in Frankrijk is het een laboratoire. Dus ja, kan dat tellen. Dat kan dat tellen. En dus past de witte jas er zeer goed bij, ja. Natuurlijk. Hè? Ja. En de pet, wat is de pet, het symbool de van? Pet, ja, de pet is het haar. Het hoofd groeit een beetje door het haar. En ook hygiënisch is het beter dat je iets op je hoofd hebt. Ja, oké. Okay. Als je even onze luisteraars een boodschap mag geven. Je hebt het al een paar keer gezegd. Wees meer chauvinistisch, koop je eigen producten. Kunnen we nog iets meer doen? Ze kunnen naar dat platform gaan. Dat is een heel mooi platform. Daar zie je ook enorm veel suggesties in hoe je kunt receptures maken. Voor kerstdag nieuwjaar die nu komt. En ik wil je nog eens ook erbij bepalen. Maak het en kijk eens naar de prijs per persoon. Je gaat verschillen hoe goedkoop dat het is. Dus de mensen denken, ik heb nu onlangs met mijn kinderen en mijn kleinkinderen op vakantie geweest. Nee, ik heb een stuk van een hoeve afgehuurd in Heuveland. En we waren met 10, constant met 10 en met 12. Ik heb alles opgeschreven, allemaal streekproducten. Dus ook onze coca was Vlaams. Ja. Dus je kunt dat vinden in Vlaanderen. En ik kwam uit op, en ze alles gegeten dat ze willen, rond de 6 euro per kind per dag. Dat is niks, hè? Ik denk niet dat je zoveel wint als je daar die producten waarin er zeker geprobeerd wordt. Want dat is ook een kostprijs. Onderzoeken hoe kun je het goedkoop maken. Ja. En daar wordt er te weinig mee stilgestaan. Ja, ik dacht het ook dat wel een misvatting is dat mensen denken... Regionale producten, dat is duurder. Dat is nee, dus dat is een niet totale waar. Misvatting. Dat ik ga niet zeggen, bijvoorbeeld de wijnen zijn ietsje duurder. Maar als je een goede wijn wil dan uit het buitenland ook, ga je ook al serieuze prijs betalen. Ja. Dat gaat misschien 4 of 5 euro de fles schelen. Maar je drinkt dat niet alle dagen. Ja. Oké, okay, tot slot. Willy, je bent op pensioen als beenhouwer. Maar wilt dat zeggen dat je niks meer doet daarin? Of ben je nog actief? Ik ben inderdaad actief. En ik maak per week nu... Een 500-600 kilo charcuterie. Dat is veel meer of nog altijd? Maar ik heb wel iemand naast mij die haalt. Ja. En zij verkopen het. Dus ja, wij hebben een 40-tal producten dat wij zelf maken. Ja. Dus er is niks ingekocht bij ons. Zelfs de mayonaise maken we zelf. Maar ook naar de slagers toe zou ik zeggen. Probeer niet zo breed te gaan. Probeer te maken en doe hetgeen dat je goed kunt. Ik heb nooit traiteur willen zijn, want dat is een andermans beroep. Probeer het beroep dat je kent zo goed mogelijk te doen. Ja. Ja, en dat is het. Nog iets, omdat je over streekproducten... Oostende is de stad met het meeste streekproducten. Waarom? Ja, ik woon daar. En ik... Daarom dus. Nee, daar. En ik heb bij de mensen die iets produceren binnengegaan. En zeg, kijk, vraag het aan. Ik kan je helpen. Ja. En er zijn zeer veel mensen die niet weten dat ze een streekproduct hebben. Ja. En... Dat zou ook helpen om het beter bekend te maken, dat mooie label, dat mooie hartje. Oké, okay, we moeten daar iets voor doen. Dat heb je nu meteen ook gedaan. Wat mag ik jou nog wensen, Willy, voor het leven? Voor het leven? Oh, zo lang mogelijk mogen doen wat dat nu doe. Ja. Ik zie niet af met wat dat doe. Iedere morgen ben ik content dat ik opsta. Iedere dag ben ik content dat ik met dat bezig mee ben. Ja. En dat is voor mij gelukkig zijn. Naar een vergadering komen. U inzetten voor iemand. Ik ben nog altijd bezig. Dus hetgeen dat we ook doen in Oostende, samen met is de strekenproductmarkt inrichten. Waar de producenten hun... In Oostende is er toch jaarlijks één? Die dat wij richten. Dus in een heel mooi park. En daar leer ik kennen, daar zie je de mensen zelf. En mooi. Dat is het leuke. Ja. Mag ik je inderdaad nog een lang leven wensen, Willy. Dank je wel voor dit inspirerend gesprek. Je hebt een paar mooie statements gezet en een mooie boodschap naar de luisteraars. Dankjewel, okay, Willy dank de Schilderen. Dank je. Ga naar streekproduct.be, een culinaire ontdekkingstocht langs buitengewone streekproducten. Het beste van wat vakmensen uit elke regio te bieden hebben. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Meer over de podcast Satellite Gourmet...
ontdek je op onze mediakanalen. Blijf up-to-date en volg ons op Instagram @satellite.